Rob wordt op zijn 30ste met open armen ontvangen door zijn biologische vader Jo, die als pandjesbaas een fortuin vergaarde. Na een DNA-test gaan ze voor officiële erkenning, maar die komt door een ruzie nooit van de grond. Rob heeft zijn vader te logeren, die Bonje thuis heeft. Na afloop van de stapavond heeft vader Jo een nogal ongebruikelijk verzoek. Of hij bij Rob thuis een prostituee mag ontvangen. Wat Rob goed vindt. Wat lief voor je vader. Ja, ja, nou ja, het gebeurde. Jij zat boven met je vriendin. Ja, het was s'avonds laat, hè? Dus ja, oké, maar dan nog steeds zit je vader beneden met een prostituee. Ja, ja, als je het, ja, zo kun je het zien, ja. 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 Vader Jo vertrekt de volgende dag weer naar huis. Maar daarmee is de kous nog niet af. Jo vertelt namelijk thuis over zijn scheve schaats. Maar zegt dat het een verjaardagscadeau van zijn zoon was. En hij wilde Rob natuurlijk niet teleurstellen. Toen viel er op een gegeven moment bij mij een brief op de deurmat. Toen werd ik in die brief eigenlijk voor alles en nog wat uitgemaakt. Van, ja, jij deugt niet, en rottevis. Het kon gewoon niet erger. En toen dacht ik bij mijn eigen van, joh, ben ik daar nou goed voor geweest? Ik denk jou te helpen. Jij vraagt mij op een gunst. De meest rare in dit geval die je me kunt bedenken. En dan zo in de hoek worden gestampt om je eigen straatje goed te praten. En toen was het voor mij eigenlijk gebeurd. Toen had ik bij mijn eigen van, als ik nu na die korte tijd dat ik hem leerde kennen al hiermee te maken krijg, wat staat er in de toekomst dan nog allemaal op me te wachten? Als Rob's vader dan in 2018 overlijdt en zijn erfenis vrijkomt, wordt Rob niet bij de notaris uitgenodigd. En als zus Bianca, die enige erfgenaam is, weet opeens niet meer wie jij is. Rob, ja, Rob, ik ken helemaal geen Rob. Wie ben je? En hou op mij lastig te vallen en ik ga aangifte doen bij de politie voor stalking. Rob en zijn vader Jo gingen met Bonje uit elkaar. Daardoor is Rob wettelijk niet erkend en is hij juridisch gezien geen kind van Jo. De DNA-test die ze ooit lieten doen zou de bloedband kunnen bewijzen, maar goed, die is kwijt. Daarom ben ik onderweg naar erfrechtdeskundige Koert Boshouwers. Hij heeft zich al in deze bizarre zaak ingelezen. Koert. Hey Dennis. Hoi hoi. Koert, wat een bizarre zaak. Eerst ja, komt Rob eigenlijk in een soort van warm bad terecht. En daarna wordt hij ontkend, zeg maar, verstoten. Heb je ooit zoiets meegemaakt? Nou, dit komt heel vaak voor. Echt? Ja, dit komt gewoon heel vaak voor. Ja. Weet je, op het moment dat het om geld gaat, wordt het verhouding anders. Allereerst, heeft Rob überhaupt ergens recht op? Als hij niks doet, heeft hij nergens recht op. Even om te beginnen, hij moet echt iets doen om recht te kunnen hebben. Als hij nou bewezen heeft dat hij een kind is... Ja. Heeft hij dan sowieso recht op zijn legitieme portie? Allereerst moet je bedenken, toen Rob geboren werd, was zijn moeder nog niet getrouwd. Zijn moeder is vervolgens getrouwd met een meneer. En hij heeft ook de achternaam van die man gekregen. Die man heeft hem gewettigd in de tijd, zoals dat heet. En dan is Rob ja, juridisch een kind van die stiefvader. Dus dan moet je ook nog die erkenning... De erkenning moet vernietigd worden. Er is maar één manier om daarachter te komen. Hè, van hoe zit het nou precies? Vraag een afschrift van de geboorteakte op waar al die gegevens in staan. Hè. Als er blijkt dat er geen vader is... dan kan het vaderschap van de vader van Rob nog gerechtelijk worden vastgesteld. Als wij nou in de buurt van Rob een paar mensen spreken... die verklaren dat Rob... de zoon is van Jo. Zou dat al voldoende kunnen zijn? Ik denk als je een aantal verklaringen hebt van mensen die er echt toe doen... dat een rechter dat zeer serieus zal meenemen en zegt... nou, dan gaan we ervan uit dat. Er is veel uit te zoeken. Verklaringen van ooms en tantes, mensen uit de buurt. Ga ook even praten met de dames waarvan Rob zegt dat het zijn halfzussen zijn. Want misschien zeggen ze wel, ja, het is wel waar. Waarom probeer je het niet? Die zussen, die wil ik zeker spreken, maar eerst de focus op de zaken die nog opgehelderd moeten worden. We sturen Rob direct naar het gemeentehuis om zijn geboorteakte op te vragen. En daaruit blijkt, gelukkig voor hem, dat de erkenning van zijn stiefvader destijds is beëindigd. Goed nieuws dus. En nu de volgende stap, het terugvinden van de vaderschapstest. We laten Rob stad en land afbellen in een ultieme poging de DNA-test te achterhalen.
DNA Match, goedemiddag, hoe kan ik helpen? Goedemiddag, spreek met Rob Delis in Nijmegen. Ik heb even een vraagje. Maar Rob's geheugen laat het afweten en hij kan de betrokken instantie niet meer terugvinden. 1998, toen bestond hij nog niet, meneer, helaas. Okay. Is er bij de gemeente Nijmegen dan misschien iets terug te vinden van de officiële erkenning die vader Jo en Rob op enig moment in gang hadden gezet? Dat zou het verhaal van Rob natuurlijk bij uitstek kunnen bevestigen. Ze hebben voor me gegraven en gekeken, maar het blijkt dat het gewoon te lang geleden is. Helaas, het vinden van de DNA-test is zoeken naar een speld in een hooiberg. We boeken tot nu toe weinig vooruitgang, maar goed, er is nog genoeg te doen. Ik ga eerst maar eens langs bij Rob's moeder. Mag toch aannemen dat zij wel een idee heeft wie Rob's echte vader is. Nummertje zat. Nou? Die 13. Dag Gerda. Dennis van de Geest hier. Hi. Hallo. Hoi. Alles goed? Ja. Zou ik heel even binnen mogen komen om met jou iets te bespreken? Ja, nee, nee. Je had over mijn zoon en zoiets. Ja. Zijn vader is Joopie. En ik heb september 67, 66 kreeg ik verkering met hem. Tot juni 67, want we raakten niks zwanger. En en toen is Robert geboren. De relatie dat was afgelopen toen. Fijn dat ik Gerda heb kunnen spreken en dat zij dus bevestigt dat Jo de vader van Rob is. Maar hier in Nijmegen zijn nog wel wat andere mensen die ik erover wil spreken. Op naar Henny. Hij zou een vriend zijn van vader Jo en door Jo zelf zijn ingezet om het eerste contact met Rob te leggen. En hij zou ook aanwezig zijn geweest bij de eerste ontmoeting tussen Rob, vader Jo en zijn twee dochters. Een hele belangrijke getuige dus. Henny. Ja. Hallo. Dennis van de Geest. Dat ben ik. Ja. Als de beleefdheden uit de weg zijn, begint Henny 100 uit te praten over zijn verleden met Jopie. Ik werkte vroeger altijd bij Jopie. Als hij beschouwde mij altijd als zijn eigen zoon. Maar hij heeft altijd verteld dat hij een zoon had tegen mij. Nog een zoon. En dat was Rob, ja. En die had hij met? En die had hij met Gerda. Met Gerda. Ja. Dat heeft hij altijd gezegd. Heeft hij altijd gezegd, ja. Ja. Toen wou hij Rob leren kennen. Maar hij wist niet waar Rob was. Nee. Dus ik heb geregeld dat hij contact met Rob zou krijgen. Hoe heb je dat geregeld? Ja, via. Want hij wist dat niet. Je kent wel wat mensen, ik ken wat veel mensen, ja. En toen heb ik een afspraak geregeld met Jo en Rob samen. En dat is toen geloof ik gebeurd bij mij thuis. En die waren super, super blij natuurlijk om elkaar te zien. En toen wilden ze een DNA-test gaan doen. Ja, en daar heb ik ook gelezen dat erop, want het zijn DNA is nooit helemaal zuiver, maar 99% dat het zijn zoon was. Jo komt overlijden. Ja. Dan is er een erfenis. Ja, is een erfenis, ja. Die moet verdeeld worden. Die moet verdeeld worden, maar daar weet ik van. Daar is zoveel strijd om gekomen. Bianca heeft alles gekregen. Alles georven. Heb je enig idee wat Bianca gekregen heeft? Ik heb geen idee wat Bianca gekregen heeft, maar het moet veel zijn. Want de Joopie had veel ontroerend goed. Heel veel. De Joopie had meer dan wij dachten allemaal. Maar ik vind dat Rob net zoveel recht had als Bianca en Mandy. Dat vind ik. Omdat het gewoon de zoon van Jo is. Hey Koert, met Dennis. Hey Jo. Koert, even kort. Ik heb nu een aantal mensen gesproken die eigenlijk allemaal apart van elkaar bevestigen dat Rob de zoon is van Jo, Jopie. Is dat voldoende? Ik heb wel eens een keer een zaak gehad waar al die mensen in een zaak zeiden van dit en dit is er aan de hand. Dit en dit is zo. En toen heeft de rechter ook aangenomen van ja, als iedereen dat zegt, dan hoeven we niet ook nog eens een DNA-onderzoek te doen of het allemaal juist is. Maar daar kan een rechter wel anders naar kijken. Maar het is, je moet in ieder geval aannemelijk maken dat jij het kind bent van. Dus dan is dat op zich een goede aanwijzing en daar kan een rechter ook mee. Dan is het nu tijd om contact te zoeken met halfzus Mandy. Volgens Rob was zij het die hem destijds waarschuwde dat Bianca de erfenis wilde verdelen zonder hem. Afgaande op Rob's informatie is het niet ondenkbaar dat Mandy het verhaal van Rob zou onderschrijven.
En als dat zo is, dan staat Rob natuurlijk enorm sterk. Kan het eigenlijk niet meer misgaan, zou je zeggen. Maar het kan nog heel anders lopen. Om niet meteen te veel in onze kaarten te laten kijken, stuur ik eerst een collega langs bij Mandy om voorzichtig te peilen hoe de vlag erbij hangt. Mandy laat zich niet zien, maar haar man en zijn zoon wel. En die schieten, zodra de naam Rob valt, direct in een zware ontkenmodus. In ieder geval geen camera erbij, dat helpt. Mandy, hallo. We zijn op zoek naar Mandy, weten jullie? Komt hier. Ja, maar hier. Ach, oké. Nou, ja, kijk. Hallo. Wat moet je van haar hebben? Nou, we wouden er even spreken over iets. Maar ze is er niet. Over wat? Over de broer. Ze heeft geen broer. Ze heeft geen broer? Ze heeft geen broer. Hoofdbroer. Ook niet. Nee. Kom er maar mee. Kom maar met de papieren als een halfbroer heeft. Laat maar een test doen. Laat maar zien dat hij er is. Hè, maar wat bedoelt u? Dat ken ik een halfbroer. Dat ken ik een halfbroer. We kennen wel een persoon die zijn eigen uitgeeft als halfbroer, maar die kan ook van een opa van haar zijn of een oom. Ze kennen dus iemand die zich uitgeeft als broer van Mandy. Ik ben in kindmodus als vraag. Omdat ik hem niet ken. Maar ik ken geen broer. Dat is heel raar. Ja, dat is raar, hè? Jullie weten natuurlijk donders goed dat Rob wel degelijk een halfbroer van. Nee, we weten niks. Het is nooit geweest. Nee. Zo. Ja, die deur is dicht. Rob wordt zo stellig ontkend dat je je kan afvragen waarom dat gebeurt. Is het om te voorkomen dat hij zijn legitieme portie komt opeisen? Want dat zou niet alleen financiële gevolgen hebben voor Bianca, maar ook voor Mandy. Als Rob ook mee erft, zal de taart anders moeten worden verdeeld en moeten beide zussen iets inleveren. De reactie van haar man, ja, dat was niet erg bemoedigend. Maar ik ga toch proberen om Mandy zelf te spreken. Ja, ik zag geen de tuin. Ik zag meteen naar binnen lopen. Dus het werd hem gewoon niet. Mandy, zou je heel even de deur open kunnen doen? Ik zag dat je in de tuin zat. Nou ja, ik zie er in de tuin zitten, naar boven lopen. De ramen staan open. Genoeg camera's trouwens ook hier, maar ja, ze gaat echt niet open doen. De volgende keer als je bij mij weer naar binnen kijkt, kom ik bij jou thuis op naar binnen kijken. Nou, je mag bij mij altijd naar binnen. Je mag bij mij rustig aanbellen. Dat heb ik gedaan. Maar ik heb niks op, heb je gedaan. En dan ga je vervolgens ga je door mijn ramen naar binnen kijken. Door de brievenbus kijken. Ga je achter ga je kijken. Van Mandy hoeven we dus weinig medewerking te verwachten. Maar hoe staat het nu met Rob's andere vermeende halfzus, Bianca? Rob heeft als biologisch kind recht op zijn legitieme portie. Bianca die wilde daar jaren geleden niets van weten. Maar als ik haar straks vertel dat hij stervende is, misschien kan dat iets aan de situatie veranderen. Omdat ik net al een standje heb gehad, dan maar eerst een net belletje vooraf. Je weet wie Rob is? Nee. Jij weet niet wie Rob is? Nee. Omdat Rob zegt dat hij jouw halfbroer is. Weet je, Dennis, ik zet mijn voordeur open, dan komen jullie allemaal via de voordeur naar binnen toe. Ik wacht met Smart. Dus ja. Met deze kan nu de verbinding verbreken. Ik wens je heel veel succes. Ik wil nog één ding zeggen. Bianca, geef me nog 1 seconde. Nee, die kreeg ik niet meer. Maar goed, de voordeur staat open. Bianca. Hoi. Goedemorgen. Dennis. Hoi. We hadden elkaar aan de lijn. Van mij? Ik had jou gebeld. Over? We hadden elkaar gesproken even over Rob. Oh, oké. Okay. En dan kom je gewoon even aan de deur. Nou, heb ik Rob zijn verhaal gehoord. En ja, het enige wat ik kan zeggen, ja, Rob die wil daar wel mee verder. Als hij natuurlijk daadwerkelijk de zoon van Jopie is en jouw halfbroer. Uit respect voor mijn vader, ja, wil ik hier niks meer over zeggen. En wat Rob wil, interesseert me echt waar, Dennis, helemaal niks. Nee, en waarom niet? Waarom niet? Ik heb ook geen woord meer toe te voegen. Ik wil echt dat jullie vertrekken, anders ga ik echt andere instanties inschakelen. Dus bij deze. Nou ja. Moet ik heel arrogant overkomen? Ik heb niets te melden. Niet. En als Rob wat wil van mij,
Het is allemaal bekend. Dus we kunnen vertrekken. Ja, maar dat, niet, ja. Maar dat gaat dus niet. Waarom zou het niet gaan? Omdat Rob die gaat dan via de advocaat of via een rechter gaat hij dat doen. Dat staan we helemaal duidelijk, toch? Ja. Je hebt zeker gezegd dat ze het niet wil en je blijft maar doorgaan. Omdat... Geen om. Jawel, omdat ik denk dat het dan beter wordt opgelost dan dat ze... Dan moet hij dan naar de rechter toe stappen? Dat schiet toen niet op. Terwijl ik afstand neem, doet mijn collega nog een laatste poging om met Bianca in gesprek te gaan. En dat lukt. Zo. Nou, lang gesprek gehad. Ja. Ze vindt erop gewoon een nare vent. Ja. Een geldwolf. Maar ze realiseert zich aan de andere kant ook wel dat hij rechten heeft. Ja. En ja, ze weerspreekt niet dat Rob haar halfbroer is. En als hij recht heeft op die legitieme portie, dan zou hij die moeten krijgen. Ik vertel Rob wat Bianca ervan vindt dat hij nu geld komt opeisen. Ze vindt dat je er recht op hebt. Maar eigenlijk vindt ze dat je er geen recht op hebt. Om de dingen die er gebeurd zijn. Ik heb die relatie niet verpest tussen ons. Dat heb ik niet gedaan. He? Er zouden een hoop kinderen zijn op het moment zeg maar, dat er iemand aan de deur komt die zeggen van joh, je vader die zoekt je. Die zouden zeggen van joh, ik ben nu 30, waarom nu pas? Voor mij hoeft dat niet meer. Nee. Ik heb hem die kans gegeven. Zij kan ook zeggen, we hebben Rob nooit gezien. Heel kort even. Nou is er geld te halen. En nou trekt hij aan de bel. Ja, nou, waarom niet? Hij heeft tenslotte bewijs van ook nooit iets voor me hoeven te betalen. Er is nooit iets aan mijn moeder afgedragen van mij. Terwijl dat hij me wel geproduceerd heeft. Ja. Nu Mandy en Bianca niet bereid zijn om Rob te helpen, zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen. De ervaren erfrechtadvocate Johanna Six zal hem in de gerechtelijke procedure bijstaan. Om Rob erfgenaam te laten zijn in de nalatenschap van zijn biologische vader, moet wel duidelijk zijn dat hij het kind is van die biologische vader. En dan moet je een vaderschapsactie instellen, zodat de rechter kan vaststellen, dit is het kind van deze man. En als je die uitspraak hebt, dan ben je formeel iemands zoon. En dan kun je mee erven. Eindelijk is het zover. Rob, zijn moeder en Robs vermeende halfzussen zijn uitgenodigd om bij de rechtbank hun verhaal te doen. Rob, belangrijke dag vandaag. Ja. Want hoe gaat het nu met je? Nou, een stuk minder dan de vorige keer. Ik merk, ga lichamelijk achteruit. Ik kan moeilijk lopen of staan. Ik heb flinke pijnstillers nodig om überhaupt maar hier te kunnen komen. Ja, en dan helpt al deze stress niet mee. Nou, ik zie het. Stress is misschien een groot woord. Ik heb hier ontzettend veel vertrouwen in. We hebben de zaak opgezet. En in mijn ogen gaan we gewoon ons recht halen. Succes, Rob. De zitting vindt achter gesloten deuren plaats. Dus voor mij zit er niets anders op dan wachten. Nou, daar gaan ze. Ook Mandy komt aan bij de rechtbank. Van Bianca is geen spoor te bekennen. Hallo. Hoe is het? Hoe ging het? Dat zal Johanna je zo meteen vertellen. Maar ik denk wel dat we sterkst toch. Ja? Ja. Nou ja, de rechter gaat nadenken of hij nu meteen een oordeel kan geven of dat hij vindt dat er een DNA-onderzoek moet worden gedaan. De rechter is nog niet helemaal overtuigd. En dat komt vooral omdat Mandy voor de rechtbank stelt dat het goed mogelijk is dat niet haar vader, maar haar opa de verwekker van Rob is. Het moet allemaal niet veel gekker worden. Nou, het is dat ik moest blijven zitten, maar ik had ze liever zo flink door de zaal heen geslagen. Echt wel, hoor. Ja, ik vind dat ze mijn moeder ook wel behoorlijk wat te lasten legt. Het is nogal wat. Hè, dat ze in dit geval mijn moeder beschuldigen van naar bed gaan met de vader van mijn vader. Ik bedoel, mijn moeder was 19 in die tijd. Die man die was over de 60. Ik bedoel, wat denk je wel niet? De rechtbank doet nog geen uitspraak, maar verplicht alle partijen hun DNA af te staan. Zodat dat vergeleken kan worden. En het voor eens en altijd helder wordt. Wordt duidelijk nou.
Ja, ik laat een baard groeien. En enkele weken later komt er eindelijk uitsluitsel. Ik ben op weg naar Rob. Hij heeft een nieuw huisje. En ja, we hebben natuurlijk een tijdje geleden de DNA-test gedaan. De uitslag is binnen, dus dat is hartstikke spannend voor hem. We gaan bellen met de advocaat. Met hopelijk heel mooi nieuws. Dag Johanna, met Dennis. En ik zit hier samen met Rob. Nou Rob, ja. Het gaat heel erg de goede kant op met jouw zaak. Kijk. Inmiddels heeft iedereen meegewerkt aan het onderzoek. En daaruit blijkt dat er een match is van 99,3%. Nou, kijk eens. 99,3%. Ja, dat is echt heel hoog. Dat kan eigenlijk niet beter, hè? Ik denk het niet, Rob. Nee. In deze beschikking stelt de rechtbank officieel vast dat Jopie de vader van Rob is. Rob heeft nu recht om inzicht te krijgen in de omvang van de erfenis. En niets staat hem nog in de weg om zijn legitieme portie op te eisen. Om zo ver te kunnen komen, dat had ik nooit gered. Dat had ik absoluut nooit gered en ik ben jullie er ook ontzettend dankbaar voor. Rob deelt direct het goede nieuws met zijn oudste zoon. Dit is een heugelijk moment. Top, dus daar heeft de gemeente niet zonder vader, maar gewoon wel met iemand, weet je wel. Ja. Nou ja, ik heb het zo lang in ieder geval volgehouden. Dus ja, mocht mij wat overkomen, zeg maar, dan kun jij daar verder op inspelen. En nu kan het worden afgerond. Toppie. Hey, rustig aan, rij niet te hard. Love you. Love you. Ah, ik krijg wel even een goede man-hug van me. Echt, jongen. Ja, we hebben het rond. Ik ben blij dat dit gelukt is.